We hebben elders in Drenthe beheren wij bossen waar heel weinig wandelpaden erheen lopen. Ja. Als daar massaal takstervel optreedt, dan zeggen we altijd van laat het zoveel mogelijk gebeuren. Mm-hmm. De natuur lost dat zelf op. Ja. Alleen dit is een ander verhaal. Je zit hier in een stadsbos met een hele hoge wandeldruk en heel veel paden er doorheen. Dus elke boom die binnen valafstand staat van een pad, dan heb je als boseigenaar wettelijk de verantwoordelijkheid dat je voor de veiligheid van de mensen probeert te zorgen. Maar betekent dat we straks geen essen meer zien in zo'n bos? Dat hopen we natuurlijk niet. Maar we weten het niet zeker. Maar toch zien we in dit bos nog steeds essen die goed in het blad zijn. Dus die er toch weinig last van hebben. En dat zijn hopelijk toch de toekomstbomen voor dit bos. Maar nou zie ik daar ook een boom staan met een stip. Wordt die dan gekapt? Juist niet. Oh. Dat denken heel veel mensen wel. Ja. Dat als je een boom ziet met een stip dat die gekapt wordt. Maar ja. Hier betekent het dat er iets bijzonders met die boom is. We willen hem sparen. En waarom? Er is een hele goede reden voor. Deze boom heeft waarde, ook al is hij dood, want er zitten een paar holtes in. Ik zie het. En die holtes zijn gemaakt door spechten, maar die kunnen ook gebruikt worden door vleermuizen bijvoorbeeld. Heel veel van die holtes die worden soms maar een weekje per jaar of zo, maar daar zitten er een paar vleermuizen in. Dus dit is gewoon heel waardevol voor het bos. Jullie hebben hier wat bomen weggehaald. Deze is ook omgewaaid, zo te zien. Ja. Maar wordt dit niet opgeruimd? Nee. Mensen denken altijd dat je tot in de lengte van dagen door kunt gaan met kappen en afvoeren van hout, maar je put de bodem uit. Dus het gaat niet alleen om het verhaal dood hout leeft dat hier... Dat ook, hè, maar in dit boomlijk zitten heel veel mineralen. Dan moet je denken aan kalk of magnesium en allerlei andere stoffen die heel schaars zijn in de Drentse bodem. En als je al dat hout weghaalt, dan blijf je dat afvoeren. En uiteindelijk gaat het ten koste van de vitaliteit van de eiken die overblijven. En dat werkt door in de insecten en de vogeltjes. Die krijgen daar last van. Die krijgen tekorten aan allerlei essentiële voedingsstoffen. Dus je moet ook zorgen dat er voldoende doodhout terug in de kringloop blijft gaan, ook in de toekomst.